Een hele goede morgen, jongens. Het ziet er een beetje slaperig uit, maar dat komt omdat ik net wakker ben. Het is inmiddels een weekje geleden sinds ik gevist heb. Heb je schuppen op het water. En vandaag is sowieso prachtig, want Piel die is onderweg naar het vliegveld in Brussel. En die komt hier naartoe vliegen. Hij vliegt naar Lissabon, pik hem op. En dan gaan we dus vissen. En we hebben een week de tijd, dus het wordt sowieso prachtig. We gaan op een nieuwe water vissen, waar ik ook nog niet geweest ben. Dus ik heb er super veel zin in. Maar ik duik eerst nog even het water in om nog één surfje te doen hier. Ik moet nog even tijgenuitjes koken en de laatste spullen in mijn bus gooien. Dus ik ga even rustig hier voorbereiden. En dan gaan we Piel zo oppikken. En dan moeten we dus ook gaan mededelen dat we nog geen stretcher hebben. En dat wordt nog wel een dingetje. Maar goed, dat is zijn probleem uiteindelijk. Nou, dat is niet waar. Dat is ons probleem. Dat gaan we wel even fixen. Laten we Piel trouwens even bellen. Kijk waar die is. Zie jij mij? Ik zie helemaal... Ja, daar is die hoor. Ja, dit is ook echt timing hoor. Let op, ik zal hem even omdraaien. Doe die camera's even tussen je benen. Ja, ik ben al ingecheckt. Dus ja, ik ben onderweg. Ja, fantastisch. Zorg dat je korte broeken klaar hebt staan en dan gaan we een paar mooie dussen vangen. Ik ga even spegen, wat is ook belangrijk. Straks schok ik dit aan. Zie je zo, yo. Zo, daar gaan we. Precies een uurtje rijden. Gas op die lolly. Wat heb jij allemaal bij je? Zo, het is ook even meteen kapot gaan, hè? Ja, lekker, hè? Die weten. Warm, mee? Tik hem aan. Zo, mooi filtertje heb je op je lensje, hè? Mooi ding op je hoofd. Jongen. Ik heb dus van die hele lange bagage en dat duurde maar. En jij, minuten of zo. Jij staat hier te branden, heb je zonnebrandcrème bij? Tuurlijk. Want dat hebben we wel nodig, denk ik. Ja jongens, jullie kennen mij een beetje. Ik ben een man van gezond leven. Maar sinds ik met Wessel omga, onze cameraman en editor, heb ik een Red Bull verslaving. En ik zeg altijd, als ik ga vissen mag ik er eentje. Maar nu gaan we 6 dagen vissen, dus... Wat voor een dan? Maar ik heb wel gewoon een halve liter. Luister, is dat een halve liter? Een halve liter. Ik dacht dat het nog meer zou zijn. Hoe lang is het nog rijden, Martin? Het is 2,5 uur rijden. Dus ik heb even een lekkere Magnum met popcorn smaak. Ben heel benieuwd. En we moeten eens even gaan kijken of er ergens onderweg een Decathlon zit. Want we zouden dus een stretcher bij Samer ophalen. Maar die is er niet vandaag. Nee, en hij heeft de sleutel van zijn garage mee. Ja, dus je hebt anders vannacht geen stretcher. Nou, nu heb ik wel gezien dat de water waar we heen gaan, dat die hele mooie graskantjes hebben waar je lekker op de grond kan slapen. Nee, het zijn dus rotsachtige oevers, dus we moeten wel iets regelen. Maar uiteindelijk komt het goed, jongens. Ik heb er zin in. Ik heb sinds... ik heb eigenlijk ook al een paar weken niet meer gevist. Echt? Ja. Ja, en ook dus nog helemaal geen reet gevangen dit jaar. Ja, die vis in de Alpen. Ja, ik ook. Oké, okay, let's go. Ja. Echte vismaat, hè? Die regelt gewoon een stretcher ruim voordat ik er ben. Ja, ik wil er eigenlijk eentje meenemen. Zeg maar dat ik 2 stretchers in de auto had, maar het past toch gewoon oprecht niet. Maar wat, heb je thuis 2 stretchers? Natuurlijk, gast. Eentje voor Daan. Maar het past echt absoluut niet, dus succes daar. Zou dit lekker liggen als je met dit zeg maar op de stenen gaat? Als je wel luchtbekers. Doen we dat toch? Ik zal eerlijk zijn, ik ben de behoeder van het kwaad. Mark wilde naar de McDonald's, maar we gaan naar de lokale pizzeria. Hele pizza. En ik hoop dat ze bij iedere pizza een lekker groot half liter blikje Red Bull heeft. Dat zou mooi zijn. Wat zit jij daar te lachen? Oh, kijk, die pizza's is jongens. Oh. Wat gaan we met die... Het mooie is, het is bijna donker. Dus ja. Dat wordt weer genieten in het donker hengeltjes uitleggen. En we hebben nog niet eens een stek. Nou, toch is het meer niet zo groot hoor. Nee, maar het meer loopt helemaal taps in een ondiepe arm. Het is zonnig geweest, dus daar gaan we als eerste kijken. Alleen zal het waarschijnlijk donker zijn. Half 10 aankomst. Daar word je blij. Hoe laat was jij vanochtend onderweg eigenlijk? 6:15. Echt ja? Nee, 7:30. Ja, veel mee. Oké, we zijn er. Dit was niet de afspraak, hè?
Oké, we hebben net nog een hekje gedaan. Maar nu... Dat is geen hek. Hebben we ook echt een zo'n dikke afdaling. Komen we hier weer omhoog? Ik denk dat dit de enige weg is om aan het water te komen als ik het zo een beetje zie. Maar ik zie dat hier ook een soort halverwege zit iets, maar ik weet niet wat. Maar als jij even gaat kijken... Ik weet niet of het hier ophoudt of dat het een soort wildrooster is, maar het ziet er ook uit als een soort schans of zo. Okay. Nou jongens, dat is het laatste waarschijnlijk wat we van Pilar ooit gaan vernemen. Gaat de duisternis in. Dus even kijken of we daar met de auto heen kunnen. Ja, dit gaat wel lukken, dit gaat wel lukken. Echt ja? Ja. We komen hier ook, wat ligt hier nou weer? Fucking GoPro zonder GoPro. Is het uitdaging om het wel gewoon oké te doen? Nou, het wordt vooral uitdaging om hier weer omhoog te komen. Maar dat is een probleem voor een andere keer. Eerst naar beneden. En je ziet hier een mooi ondiepe zone. En met het warme weer van de laatste dagen zou je denken, daar. Daar wil je zijn. Gewoon gas geven, denk je? Zal ik dan even uitstappen? Ga je even kijken? Ja, dan ga ik het wel even filmen. Okay. Maar als we hier vast komen staan, dat is niet de beste plek hoor. Dat is kwijt. Niks aan de hand. Oké, Emma Holidays. Jij, quizmaster en tevens vakantiegids. We zijn op de stek, maar... Ik zie drie auto's staan en het zijn ook busjes. Ik word niet heel erg... Of zijn mensen die hun hond aan het uitlaten zijn. Ja, dat is wel heel random, denk ik, een busje. Kijk hoe die hem parkeert ook, hè. Gewoon dat je er niet langs kan met een bus. Wat wil je vertellen aan de mensen? Nou, dat het water extreem laag staat. Want net wilde ik naar het water lopen en het was dus echt, weet ik veel, 150 meter lopen. Dus bij wijze van staat het hier gewoon droog. Daar heb je ook wel kans van, want we zijn echt aan het uiteinde van het meer. Dus misschien moeten we juist weer even naar boven rijden. Ik vind het ook zo zwakjes om gewoon de stretcher uit te klappen. Nee, maar dat gaan we niet doen. Nee, klopt. Moet het ergste. Ik heb namelijk geen stretcher. Ik hoef het te plaatsen. Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Goeie nieuws is, we staan bij het water. Het slechte nieuws? Dat het koud is? Nou ja. Wat is het slechte nieuws? Dat we geen idee hebben hoeveel meer dan 30 centimeter water staat. Ja, klopt. Hoe ver we moeten lopen. Maar goed, ja. Het is wat het is. Sowieso als de brandweer gewoon even die hengels inblaffen. Even snel een klein bootje oppompen. En dan heel snel slapen. Hoeveel lekker waterpak hebben we? Eén. Die mag jij. Weet je wat het is? Soms heb je gewoon dat gevoel dat het eigenlijk ook wel gewoon kan gaan gebeuren in de eerste nacht. Het is 12:30 inmiddels. We hebben 4 hengeltjes uitgevaren. Zoals Mark net al zei, echt op de uitlopen van het water, het ondiepste gedeelte. Maar met het warme weer verwachten we eigenlijk hier wel de vis. Er ligt de vis tussen 1,5 meter diepte tussen het wier en het diepste gedeelte, 3,5 meter. Ik mag gaan... Maar eerlijk gezegd hebben we geen idee waar we zijn. Nee, ja, ergens op Google Maps kun je niet eens echt goed zien. Dus ik ga in de bus slapen. Ik heb het luchtbedje opgeblazen. Mark mag lekker in zijn stretchertje. En ik ben benieuwd of ik het koud ga krijgen. Want... En ook nog één ding. Ik zei tegen Mark, ik hoop dat je een muts voor me hebt. En wat zei jij? Die heb ik toevallig vandaag aan mijn auto gehad, want het wordt 27 graden deze week. Oké, jongens, slapen. Jo, ik ben best jaloers op je, hoor. Ik denk dat het echt wel prima is in die bus. Ja, ik denk dat het wel goed is, inderdaad. Lekker dat je zeker weet dat je koude voetjes krijgt. Oh, dit is chaos. Het is 4:00 volgens mij. 4:30. We gaan eens kijken. Ja, prachtig. Het is de linkerhengel van Marks en setje. Vis zit volgens door het wier, dus hij is even met de boot erachteraan. Maar helaas, de GoPro was leeg. Dus ja, we moeten het doen met beelden vanaf hier. Zo, Martin. Had je even een door het wier border te pakken? In een raket. En mijn molen stond dus vol gas tegen mijn pieper aan. Ik had bijna een hengel meegenomen. Is die hier al ondiep genoeg? Ja, je kan hier staan. Oh, dat is wel de snelste aanbeet ooit misschien. In de poep. Nou, het is al 4:30. Ja, al. Nou ja, ik werd om 3:00 wakker. Want ik heb eigenlijk nog niet echt veel geslapen, want het is echt heel koud in dat koffertje. Maar de eerste, de nul eraf, dat is altijd lekker. De grote vraag is,
En het antwoord kun je snel geven. Is de vis gepijt? Nou, ik weet niet of die normaal wat dikker is of niet, hoor. Nou, snel hengeltje terug. Oh, zo, ik ben gaar, ik ben moe. Morgen even bijslapen. Luister, jij moet echt je mond houden, hè? Ik lig onder een bedshare-cover, wat je dus normaal gebruikt als het regent. Is het frisje? Het is niet warm. Maar ik was dus net bezig, daarom was ik wakker, om mijn jas nog verder aan te trekken. Dus weet je wat ik ga doen? Je jas verder aantrekken en slapen. En, ja, exact. Mooi. Had je nog even hoop dat hij groter was? Ja, heel even, want hij ging toch echt flink door de klip. Hij is wel iets groter dan jou, hoor. Maar niet... Dat is het al snel. Woe! Zo, mijn Spaanse primeur zit in het net. Prachtig. Geen hele grote vis. Wauw, is wel een stuk groter, hè? Ja, is wel groter, ja. Heel even snel een kleine onderbreking tussen al dit Pilaren-Hofman-geweld in Spanje. Want 2024 is het jaar van de Pilaren-Hofman-fails. In februari zijn we geweest, in maart zijn we geweest. We hebben een zomertrip gepland naar Zuid-Afrika. Van najaar gaan we Spanje weer onveilig maken. Dus als er één moment is om op de KWO-community Pilaren-Hofman te gaan kijken, dan is het wel nu. In de omschrijving van deze video staat uiteraard een link naar de aanmeldpagina om lid te worden van de KWO-community. Je kan kiezen tussen een maandabonnement of een jaarabonnement. Ik zou zeggen, als je klaar bent voor meer dan 1000 video's die op jou zitten te wachten, geef het zeker even een kans. En nu, door met de video. Wayo. 7 uur. Even net mee. En... gas erop. Het begint licht te worden. Vis zit in het wier vast. Dat zal geen waar zijn. Het is echt een koude nacht geweest, hè. Brrr. Een beetje actie hebben we wel verdiend. Nee. Ik ben één deel van het net verloren, volgens mij. Uh-oh. Daar zal Mark niet blij mee zijn. Nou jongens, gevallen op de twee tijgenootjes. Wij mag meteen weer zwemmen. Ciao, ciao. Oh, zo. Goedemorgen mensen. Wat een nachtelijk avontuur was dit, hè? Natuurlijk eerst stek zoeken en toch gewoon 3 vissen gewoon vannacht, Piel. Piel is een beetje aan het bijkomen, die ligt kreupel in de bus. Maar goed, we zijn dus op het meest bekende water van Spanje, Orellana. Echt een extreem groot stuwmeer. Volgens mij is het iets van 35 kilometer lang. Met allerlei armen, dingen, noem maar op. Is op zich natuurlijk wel gewoon legendarisch dat we gelijk een paar vissen vangen. Maar ja, we kennen het water wel al een tijdje. We kennen een hoop mensen die hier gevist hebben. Sami woont hier natuurlijk in de buurt. Die gaan we vandaag denk ik ook zien. Maar die had gezegd van joh, je moet in ieder geval in dat gedeelte van het meer gaan vissen. Want dat is waar de vissen gepaaid hebben en nu nog rondhangen. Dus we wisten natuurlijk wel een beetje waar we moesten zijn. Maar goed, desondanks toch een mooie schub in de sling. Die gaan we nu eens even bekijken. En dan gaan we even onze maagjes voeden en gaan we denk ik gewoon even het meer verkennen. Geest even met de drone. We vliegen. En Martin, hoe is je gesteldheid? Nou, mijn gesteldheid is een 6. Ik heb vannacht niet zo lekker geslapen. We lagen dus om 12:30 gingen we naar bed. En toen was er toch wel wat losse piepjes van de wind. Om 4:30 kregen we de eerste vis. 4:15 deze rakker. Dus het was toch best een motje. Hebben we even in de sling gedaan. En die derde vis, ja, ik had nog een klein knolletje daarna. Oh, maar ik had het koud. Ik zat echt te rillen in die slings. Op den duur heb ik een tweede trui aangedaan en nog een trui rond mijn heup. En heb ik mijn jas om mijn voeten gedaan. Zullen we dan maar schuin eens even als eerste doel van de dag? Een stretchje regelen. Met slaapzak. Ja, met slaapzak inderdaad. Maar goed, mijn eerste Spaanse karper, jongens. Ja, typische Spaanse vis ook. Ik heb nog nooit in Spanje gevist, dus dit is een hartstikke mooie primeur. En ik heb tegen Mark gezegd, we gaan deze week
een close encounter hebben met een 30 kilo vis. Ja, ik beloof het. Heel benieuwd. Ofwel via de drone. Ja, dat telt niet. Oké, vis terug. Oké, de vis ging er als een raket vandoor. Wij ook. Gaan we ook doen. Ben je aan het yoga? Wel lekker, mijn ruggetje is wel een beetje eraan. Dan wordt ook een dagje ouder. Mark Hofman. Zouden de karpenvissers in Spanje niet werken gewoon? Dat is maandag... Ja... Of weet iedereen dat Maarten een goede maat is? Ik weet het niet. Ik denk dat ze wel een beetje laks zijn hier met de arbeidsethos hoor. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje discriminerend. Maar het is drukke pen in ieder geval. Ik zie daar ook heel tentenkamp. Dus we moeten nog wel een plekje zoeken vanmiddag denk ik. Maar we moeten de karpers vinden, dan pas gaan we vissen. En gaan eerst samen lastig vallen. Vertel even hoe laat Samer in zijn bed lag. Ja, volgens mij om 4 uur of 4:30. Het is inmiddels 11 uur. Je hoopt dat hij dan het slot er lag. Ja, het slot zit echt wel dichter en hij heeft zeker waakhonden. Feel like shit, mate. Wow, you had such a good sleep the last couple of days. Thursday night when we left, we had a couple of hours sleep. Friday night we had 2 hours sleep. Saturday night I think we had 2 hours sleep as well. Oh, and then this morning I had 4 hours sleep. So. But your friends from Holland are here. Yeah, joy. That's the thing, mate. Come on. Ja, we moeten even samen weer even wat stekken pezen natuurlijk. Samir woont nu 1,5 jaar hier zo. En hij heeft een aardige motorbike nu gekocht. In Spanje wordt namelijk echt heel veel gevist, dat zien we nu ook. Overal lokale vissers. En de meeste Spanjaarden die willen gewoon natuurlijk vlakbij de auto kunnen vissen. Samir heeft een motor gekocht, daar gaat hij dit voorjaar mee op avontuur. Dus ja, het is wel even leuk. Het is ook leuk om Samir weer te zien. Plus, het waait een beetje. Ik denk dat we wat later op de middag pas de vissen kunnen vinden met de drone. Dus ja, we hebben ook geen haast. Samir, can I make a deal? Go on. I've got an airbed. I slept on it only this night. Can we swap it for 4 or 5 nights? I will lend you a bed chair. Of course I will. A lovely Nash one. Maybe I've wanked in it a few times though. It's from the winter, but you never know. That's the Toyota bed chair. Ah, yeah. It looks good with the hair. Yeah, it's so much better. Than your jungle. Yeah. Wel weer een typisch weggetje hier ook. Zo, een soort gatenkaas. Maar vertel, wat gaan we doen? We gaan lekker vissen, we volgen Samir nu. Die wilde natuurlijk, ja, die twee legends zijn in het dorp, dus hij wilde zo graag met ons vissen. Dat was eigenlijk vooruit dan maar. We gunnen hem dat wel natuurlijk. Nee, gekkigheid. Ik ben benieuwd. Samir heeft een stek laten zien, dan wil hij gaan kijken. Gaan we kijken of we vis kunnen spotten. Dan gaan we een nachtje samen vissen. Ik heb op zich wel vertrouwen in, het is sowieso gezellig. En ik heb wel naar mijn zin, dus jij? Ja, ik vind het ook mooi, maar laten we eens maar zorgen dat we aan het water komen dat er geen andere tentjes staan. Oh, there's a lot of fish there, mate. There's good sized fish there. Yeah. Look everywhere. Is that the left? Yeah, on this point here, we can drive her. Spread the message. What have you just seen? We have seen carp. Oh jongens toch, we zijn nu op een baai van een baai uitgekomen, maar die baai is nog steeds zeg maar net zo groot als bewijzen van Lac de Madine.
En we hebben vis gevonden, maar echt massaal in de kanten. En in deze tijd van het jaar, zo rond de paai, heb je nog wel eens dat de vissen wel in de kant komen, maar dat ze niet echt aasen omdat ze met de paai bezig zijn. Maar geloof me, we hebben stofwolken gezien, vissen met de koppen naar beneden. De average size lijkt ook niet zo verkeerd. Op dit water zitten natuurlijk duizenden, tienduizenden mini-schupjes van 8 kilo, waar we vannacht dus ook wel twee van hadden. We hebben ook wel een paar goede vissen gezien waarvan we denken op de drone, dat zijn zeker weten dertigers. Dus ja, zoals hij eruit ziet, gaan we hier uitpakken. Drie hengels, tenminste. We zijn natuurlijk met z'n drieën, dus gaan een beetje uit elkaar zitten. En dan gaan we eens kijken of we hier een stretchertje neer kunnen zetten. Maar ik ben blij dat ik een stretcher heb, want zonder bedshare wordt het hier wel een beetje vervelend. Het is weinig schaduw hier zo. Niet heel veel. En wel een mooi schuin kantje zo. Bizar, echt zoveel vis. Ik denk als je bril opzet, dat je er gewoon niet voor kan zien zwemmen. Maar het is letterlijk gewoon tot hier in de hoek, eromheen, baadje erachter, overal vis. Dus je zou denken, kun je wel een beetje versieren hier ergens. Ja, maar is het dan nog leuk? Tuurlijk, prachtig jongen. Ja, maar de vis vinden op zo'n water is natuurlijk de grootste uitdaging. Even kijken hoe het met het wier is. Ja, dat lijkt wel aardig hoor. Ik heb een voorslag erop zitten, 60-honderdste. Met alle stenen lijkt me dat wel verstandig. Er zit heel veel vis hiervoor, maar deze hengel gaan we wat verder vissen. Vissen kijken overheen, dus gaan die zo snel mogelijk uit. Zo min mogelijk vissen te verstoren. Nou, ik heb hier even een marker neergelegd. Ik zag hier een vis wegschieten. En de bodem is een beetje zanderig. Hier ligt in ieder geval perfect. Heel rustig terugvaren. Dan gaan we nu even die twee hengels die onder de kant uitzwemmen. Heerlijk. Kan niet wachten. Zo warm. Heb je lekker gezwommen? Zo. Het is in ieder geval verkoelend, laten we het zo zeggen. Ik heb lekker kippenvel, maar het was heerlijk. En er is sowieso niks mooier zoals onder water kijken. Zo goud is dat, jongen. Je ziet sowieso overal van die aaskuilen van die vissen. En deze hengel, mijn linkerhengel, heb ik dus uitgezwommen. Een beetje richting het hoekje daar. Het ligt relatief ondiep. Ik denk misschien 1,5 meter, 1,8 meter, iets in die richting. Het ligt precies mooi bij een steen, bij een rietplukje. Een beetje verkruimeld eigenlijk overheen. Ik ga nu mijn laatste hengeltje uitzwemmen, die ga ik hiervoor doen. Even kijken of hij iets dieper kan leggen, misschien 2, 2,5 meter. Even een plukje weer zoeken en gaan we hem daar mooi bij leggen. En dan zijn we ready to go. Daar zitten we dan. Zonnetje is achter de heuvel gezakt. Ik heb een maaltje van Mark gekregen. Nou, het feest is duidelijk voorbij. Gisteren natuurlijk pizza gegeten. Bij Sami nog de restjes pizza gegeten. Brood gegeten, maar nu is het dus rijst met een of andere kip. Het is eigenlijk een soort rubberen blokjes zijn het volgens mij. Alles ligt in, alleen er is één ding wat een beetje vervelend is. De vis. Zit allemaal bij Sami voor de deur. Zit allemaal bij Sami in het wierveld. Er staat een wierveld van 500 meter lang ongeveer. En we hebben nog wel wat vissen hier gezien. Dus we zijn zeer benieuwd. Sami zit op de vis, gaat met drie hengels vissen. Wij hebben hier 6 hengeltjes. Ja, we moeten wel een runnetje krijgen lijkt me. Tuurlijk, we gaan wel wat vangen. Maar wat we ook gaan doen is heel goed slapen, want dat hebben we vannacht niet gedaan. Oeh. Ik zal even mijn lampje uitdoen. Ik werd wakker, keek op mijn telefoon. 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur geweest. Ik weet niet hoe laat het nu is, maar... Word je ook wakker, hè? Ah, en dit is de eerste vispas. Echt bizar, hè? Gisternacht kwamen we aan. Is het niet heerlijk? Een kromme hengel op een bruut water zoals Orellana... en dan gewoon zo'n grote schubkarper... bab, bab, bab... voor je voeten door het heldere water zien gaan. Nou, het moment van landen... dat kunnen jullie terugkijken op de KWO Community... en... de gehele film van dit avontuur is
2 uur. Verdeeld in 2 afleveringen in de Keep Searching-reeks van Ome Hofman. Inmiddels staan er alleen al van Keep Searching volgens mij 7 of 38 afleveringen van je klaar. Dus als je zegt, deze zomer, de zomer van 2024, ga ik mezelf onderdompelen in het karpergeweld op de KWO-community, dan zou ik zeggen, maak een abonnement aan en vergeet zeker ook niet te abonneren en te liken op dit YouTube-kanaal. Want iedere week proberen we een videootje te plaatsen. De ene keer is het een how-to. De andere keer is het een volledige film. De andere keer is het een outtake uit een community film. En jongens, we maken ook voor diverse bedrijven content. En vergeet ik bijna te zeggen, als KWO-member heb je ook voordelen bij diverse partners. Dus je kan je membership weer terugverdienen. Voor nu zou ik zeggen, heel veel succes aan de waterkant. Geniet van alle content. En ik hoop dat jullie, net als ik zelf, ik gun het mezelf ook wel, een paar mooie vissen gaan vangen dit jaar. Ciao!